Hallo allemaal. Vandaag wil ik met jullie een vliegtuig gaan tekenen. Volgens mij hebben we dat nog niet getekend dit jaar. En dat is gewoon ook leuk om een keer te tekenen. Een vliegtuig. Ik zal je gelijk eens laten zien hoe ik dat vroeger deed als kind. Een vliegtuigje tekenen. Ja, teken je weer mee? Ja, hoe tekende ik vroeger zelf een vliegtuig? Nou, ik deed dat eigenlijk heel simpel. Ik tekende zeg maar dubbeldekkers. Zo. Dan zit hier die propeller op. Maar dat was dan, dat ging natuurlijk rond, dus dat was eigenlijk een rondje. Zo. En dan had ik hieronder ook nog een vleugel. Zo. De staart van het vliegtuig. Zo teken ik zeg maar vroeger een vliegtuigje. De raampjes. Een vliegtuig. Nou, zo teken ik dat vroeger. Zullen we eens even een groter vliegtuig gaan tekenen? Hè? Een vliegtuig is lang en slank. Zo. En dan zit hier natuurlijk die vleugel aan. Zo. Dan zit er zo'n motor onder. Een grote. Zo. Aan de andere kant ook een vleugel. Wacht even, het eerste is even doortekenen dit. Aan de andere kant de vleugel, zo. Staart. En dan de raampjes. En dan de cockpit. Zo. Ja, ik vind het zelf niet zo'n hele geslaagde vliegtuig. Die vleugels die kloppen niet helemaal zo. Hè. Ja, hij staat een beetje omhoog. Dus hij lijkt nu heel kort. En die staat natuurlijk de andere kant iets omhoog. Kunnen we dat beter tekenen? Ja, misschien moeten we hem gewoon van boven tekenen. Zo. Zo. Hele schuine vleugels, zie ik. Ik zie het al. Het is lang geleden dat ik een vliegtuig heb getekend. Zo. Ja, ik heb het in het verleden wel eens beter gedaan, hè, mensen. Vliegtuig getekend. Ik denk dat ik ook moet gaan oefenen. Vliegtuig tekenen, want ik zie nu nog dat het dat dit het niet echt wordt. Maar we kunnen natuurlijk wel een stripachtig vliegtuig tekenen, hè. Eerst de cockpit zo. Kijk, en dan maakt het allemaal niet zo uit of, of het klopt. Zo. Zo. Hopla. Hopla. En dan hier een vleugel. En aan de andere kant ook een vleugel. Zo. Zo. En hier moeten natuurlijk nog raampjes erin. Zo. En ik vind dat we nu best een leuk vliegtuig hebben.
beter dan die van daarnet. Een mooie bies eroverheen. Zo. Nou, dan nog snelheid geven. Streepjes eraan bij te tekenen. En dan gaat zo'n vliegtuig een stuk sneller. Zo. Nou. Je ziet het is nog niet zo heel eenvoudig een vliegtuig tekenen. Ik zou zeggen, ga zelf er ook mee aan de slag. En dan zie ik jullie morgen terug in de volgende video. Tot morgen.